Ja, kleine Pien, hè? Bij MHC Udenhout hockeyend. Al aan het flatsen, haarbandje in. Hier was ik denk ik 8 of zo. Ja, dat was een leuke tijd. Ik denk dat rond mijn 6e, 7e al de droom ontstond om ooit in het oranje pakje te staan. En daarna volgde eigenlijk al snel de droom dat ik in dat tenue dan ook op de Olympische Spelen wilde staan en die gouden plak wilde halen. Om die droom waar te maken ben ik in ieder geval nooit gestopt met dromen. En ik weet nog dat het moment, de laatste 3 seconden van de wedstrijd in de Olympische finale, dat ik gewoon tranen in mijn ogen had omdat ik dacht, hey, het is echt gelukt. En dat was denk ik het mooiste gevoel dat ik tot nu toe in mijn leven heb gehad. Echt een droom die uitkomt. Nu zijn mijn dromen nog goud op het WK. Die heb ik nog niet gehaald. En komende zomer is het WK, dus ik ga daar vol voor goud met mijn team.